Hoi kijkers van de geweldige kaas, welkom bij Star Wars, Lego de Star Wars. En deze gaan wij spelen. We zijn gebleven bij level 4 en dat heet Jedi Battle. En de Jedi Battle, dat houdt in dat we in een arena gegooid worden, want we waren gevangen. Ik weet niet of jullie het gaan zien in het filmpje, maar we waren gevangen door de droids, het foute team, de natie van Star Wars. Oh nee, dat is meer, die komt later pas. Maar daardoor zijn we dus gevangen. En je zult zien, hier, grote arena met allemaal flippende dingetjes die niet zo goed geprogrammeerd waren. Oh, dat was het. Oh, het is gewoon, wauw, dat ziet er echt niet uit, Star Wars. Het is ook voor het eerst dat ik het zie, na zoveel dit spelen. Maar goed, je weet ook maar nooit, hè, wat er gebeurt. Daar is die gast, Count Dooku, die is nieuw. Dat is Mace Windu waar ik het wel eens over had. Met zijn paarse lightsaber. Ja, dat is ook de enige volgens mij, hè. Ja, nog één iemand, maar die kent niemand. Dus, ja, zo is het. We zijn Mace Windu, kijk. Dat is nog beter. Ik vind het ook zo. Ik vind het niet leuk op een manier hoe hij springt, Mace Windu. Kijk hoe hij springt. Wacht hoor. In plaats van gewoon salto, doet hij zo. En dan pas een salto. Dat vind ik. Vroeger, het maakt me eigenlijk weinig uit nu. Maar vroeger vond ik dat super irritant. Dat hij per se zo borst vooruit. Auw. Hoofd op de grond. Zo. Klik. Vond ik irritant. Dat hoorde niet, want. Iedereen deed het anders. Maar goed, ja. Zo gaat dat dan, hè? Kan ik even niet doodgaan? Nee. Ik ga alleen maar dood tegenwoordig. Ja, 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 bijna. Nice, ze zijn dood. Nu moeten we haar bevrijden. En dan is ze los. Prettig, hè? Ja. Wacht hoor, ik zet... Ik zit even tegelijkertijd ook iets anders te doen. Dus ik word ook vermoord. Oké, laten we anders... haar eventjes pakken. En dan kunnen we schieten. Dat is iets handiger. Zo. We krijgen ook van die irritante robots die nieuw zijn. Maar we moeten wel even zoeken waar ze staan. Of zijn ze echt helemaal verdeeld? Kijk. Helemaal verdeeld over dit. Of wat? Ah! Dat gebeurt ook. Waarom heeft hij een geel hoofd? Vindt hij dat grappig of zo? Hier ook nog mensen met gele hoofden. Au. Hey, waar zijn die dingen nou? Ik zit er rondjes te lopen. Maar hey, ik vind niks. Nee. Jawel, hier zijn ze. Zo. Dan moet ik even hun gaan slaan hoor. Want ik heb mijn power-up en dan lukt dat altijd gelijk. Wacht hoor. Maar daar moeten we echt een Jedi voor hebben. Oké, dan gaan we eventjes veranderen. Hey, Mace Windu. Mace Windu. Niet die gele god. De godse vlots. Oké, deze dood. Ja, klik, klak. En dood. Die naar beneden. Klik, klak. Allemaal klik, klakjes. En dan, dat was Anakin, toch? Oké. Okay. Hey. Slaan dood. Oh nee, Force hem dood. Force 2 dood. Damn, jong. Oké, kunnen we anders... Nee, dat kunnen we wel, maar daar heb ik geen zin in. Oh, dat is echt lelijk. Dit is zo lelijk gemaakt, die poppetjes. Het ziet er niet uit. Oh, we hebben nog meer vijanden. 5 van die schildrollers. Wauw. Een poort. Nee, ik zie ze nergens. Of lopen ze echt gewoon rond, hier zo in het midden. Dat lijkt me ook heel irritant. Maar dan is dit toch wel een grote ronde. Oh, daar zijn ze. Oh, ik ga wel een paar keer dood hier hoor. Vertrouw me maar. Ah, oké. Nou, dit is echt gigantisch veel. Oh, maar slagveld. Al een tijdje niet dood. En nog maar 2. Oh, gaan ze eraan? Ik spam gewoon het aanvalknopje nu eigenlijk. En dat werkt best wel goed. Zie dit dan. En niet dood, hè. Zie hoe goed dat werkt. Die dingen zijn echt irritant. Maar ze zijn dood. Nog eentje. Klik. Oké, wat nu? Even een power-up.
Wow, ik kon hem niet pakken. Irritant. Oké. Ik hoef hem niet. Ik kan wel zonder die dingen binnen. Oh, ze hebben zo'n rood lichaampje om te laten zien van kijk, wij zijn het. Je moet ons vermoorden. Dat is wel slim. En op de rest, kijk, het maakt niet uit of ik hem vermoord. Dat maakt helemaal niet uit. Het spel gaat er echt helemaal niet op vooruit ofzo, maar het zijn die rode die het hem doen. Even zoeken. Vroeger heb ik hier zoveel rondjes gelopen om te zoeken naar al die dingen die ik moest vermoorden. Nog eentje. Hallo? Oh, wauw. Oh, nog eentje. Daar. Bam. Oké, wat nu? Oh, komen er nog meer hoor. Lekker irritant. Oh, staat er al gelijk eentje bij me? Ja, dat wordt dan weer zoeken. Volgens mij, ik weet niet wat hierna nog komt, maar... Ik weet wel dat in de film is deze scène helemaal anders. Want nu moeten wij met alle Jedi's... Of nee, niet helemaal anders, maar het begon nog anders. Want in de film was dit vechten tegen monsters. Ja, en dit zijn ook wel monsters, maar echt grote beesten, zeg maar. Ik wil haar, of hem, of haar kunnen spelen. Ik weet niet wat het is. Maar die heeft een raar hoofd en dat is grappig. Vooruit. Oh, daar nog eentje. Niet schrikken. Bam. Op je afkomen zo. Nee. Oeh. Zo. Oké, die is er ook aan. Nu moeten we nog eens een grote blauwe. Als we die kunnen vinden. Zoekend. Ernaar. Niet te vinden. Of hij is al gevonden. Door iemand. Maar niet door mij. Ik ga nog beter zoeken. Hier zo. Nee, ja. Dat is het gewoon niet. Waar is die nou? Heeft iemand hem gezien? Of moeten we anders een poster ophangen met gezocht? En dan is een foto van... Ah, daar is die. De poster hielp. Bam. Oké, volgende ronde. Oh, nee. Oh, nee. Niet komt... Nee. Nou komt hij. Boba Fett. Was het. Of Jango Fett. Jango Fett was het, want hij is blauw. Jango lijkt op blauw. Zo heb ik het altijd onthouden. Kunnen we niet even Pat meespelen? Want die kan altijd zo schieten. Bam. Hey. Kom even terug. Maar ik spam gewoon nu het slaakknopje hoor. En de hoop dat ik eens iets weer spiegel van een schot of zo. En dat doe ik ook. Oh, nu gaat hij bommen afvuren zeker. Zo pew pew uit zijn hoofd. Want dat kan hij. Of moeten we echt zo blijven doen? Dit wordt wel een... Oh jee. Dit wordt wel een emotionele scène hoor, dit. Zo meteen. Kijk, dit bedoel ik. De bom uit zijn hoofd. Oh, nog één. En... Bam! Kop eraf. Dat is zijn zoontje. Dat is Boba Fett. Zijn zoontje. Maar die wordt later nog een slechte vlieg, meneer. Oh, daar is Yoda. Applaus. Applaus voor Yoda. Ja hoor. Ja, wat jammer. Oké, level complete. Free play unlocked. Het zal allemaal wel. Hierna hebben we een stom level te gaan. Dus ik denk dat ik hem gelijk ga doen. Want ik weet zeker dat als ik nu stop en de volgende keer wil gaan opnemen. Dan denk ik, oh dat level. En dan laat maar zitten. Dan heb ik er geen zin meer in. En dan... Dus ik ga hem nu doen. Continue story. Al is, ik vind zelf een stom level. Dat moet ik even zeggen. Je hebt zeg maar... Je zult het zo meteen wel zien, maar je hebt een zandwoestijn. En daar moet je gaan vliegen. Vliegen vind ik altijd al een van de minder leuke levels. Kijk dit. En je moet zeg maar poorten gaan ontploffen. En de geluidjes zijn voor mij heel traumatiserend. Want je hebt zeg maar deze laserstralen die om de zoveel tijd tevoorschijn komen. Waar je eigenlijk van dood gaat. En wat je moet doen is, er zijn poorten waar je doorheen moet. Maar die zijn eerst dicht. En die moet je slopen met deze ballen die we zo mee kunnen slepen. Heel meeslepend verhaal voor mij. Maar ook zijn, ja, dan moet je dan maar zo hier doorheen gaan. En dan, oh nee. Ja, dat bedoel ik. En dan, god voor de godse flots.
dan mogen die dingen niet door of op een wezen. Dus dit is zeg maar om te oefenen één zo'n straal. Zitten ook van die dingen mij achterna en zitten kogels op me af te schieten. En het is gewoon heel irritant dit level. Maar we hebben nog even eraan. Vroeger kon ik dit niet en ik vroeg aan mijn broer van, hey, kun je helpen, want anders kom ik helemaal niet verder. En hij wou niet helpen, dus toen uiteindelijk moest ik het toch zelf doen. Bam, kijk, één kant is al kapot. Nog eentje te gaan. Laten we even doodgaan of zo, dan hebben we weer levens. Kunnen we even hierheen? Doei! Sorry, grappig uit. Doei, ik ga naar mijn moeder. Zoiets. In het bejaardenhuis. Want bij Star Wars word je heel snel oud. Snel kan ik er doorheen. Ja. Yes. Oké, en nu moeten we deze bal... Ja, nou gaat die kapot, hè. Dat is het irritant. Je moet hem echt goed kunnen richten op dit. Ja. En op zich, het is... Ik heb dit level al een paar keer wel uitgespeeld en zo, maar het blijft irritant. Om te moeten doen. Oh jee, nee. Nou. Ja, kan ik niet even doodgaan of zo? Schiet even op mij. Schiet op mij. Ja? Hier zo. Ah, weet je wat? Laat maar. Kom aan. We gaan op reis. Doei. Het is ook zo irritant dat je moet wachten hier zo voor. Terwijl je kan niet echt stilleggen met je ding. Dus je moet geluk hebben. Maar we zijn er doorheen. Om een paard te gaan. En dit is ook een stuk moeilijker, dit stukje. Auw. Kapven. Kijk, we moeten hier zo doorheen. Nee, stop. Nee, kapven. Ja? Oké. Okay. Kijk, we moeten... Jee! Dikke kak, ja! Nee! Nou, ja, ga... Stop! Oké, okay. En nu er doorheen! Oké, okay. Dan offeren we maar wat levens op. Maar jij. Oké, okay. Gaan we hier doorheen. Geluk hebben, geluk. Dood. Wachten. Goed. Bam, nee. Is die nou echt kapot op zo'n vijand? Ik had hem niet alleen. Iemand moet mij helpen. Maar daar kwam ik wel goed doorheen, hè. Maar als ik dit ding meeneem, dan gaat het opeens niet meer soepel, vlekkeloos. Nee. Ja, dit lukt. Nee. Oké. Nee. Oh, godverdomme. Kut. Ik wil echt gewoon dood. Kom aan. Dit moet echt... Volgens mij hebben ze... Ze hebben het level gewoon gemaakt om te kloten. Mensenkloters. Oké, deze nemen we mee. Bam. Even wachten. Ja, we kunnen door. Ja. Er is nog één ding tegenkomt op mij in de weg. Oh. Nee, niet weer. Kappen. Ja, nu zit ik. Ah, wat een rot level. Pure haat. En voorspeld ook, hè. Nee, niet weer dood. Plan B. Kijk, nu alweer 3 hartjes van de 4 zijn er weer af, hè? Nou, het is toch een troost, dit. Zo, oké. Nu ga ik heel voorzichtig zijn. Ja, nee. Oké, tip. Niet voorzichtig zijn. Dat is dodelijk. Kappen! Het is ook echt alsof iemand dit bestuurt en mij kan horen. Kijk, daar is het lijk van mijn vorige probeersel. Niet zo snel. Niet dood. Ja, goed. En deze moet eruit. Ja, kan er voorbij. Ik ga er gewoon voorbij. Bam! 1 van de 2. En de rest komt vanzelf. Zee.
Dit is een landmatroos en de rest komt van zee. Oké, sorry. In mijn hoofd klonk het leuk. Maar landmatrozen bestaan niet eens, toch? Al klinkt het wel logisch. Landmatroos. Weer voor je werk? Wat wil je laten worden? Landmatroos. Nee, niet van de berg afgaan. Oh. Ja, is die er? Ja, daar is die. Oh, nee. Oh. Moet ik iemand bellen, of? Dit moet hem worden. Yes! We zijn er doorheen. Volgende deel. Jezus man. Hier moeten we ook dingen kapot maken, maar dan nog ook heel irritant. Ook maar van die kogels, maar nu zijn er meer monsters die in de weg vliegen. Ik vind het ook zo irritant dat... Ik weet het niet meer. Kijk, wat we moeten doen is dit. Kappen. Kijk dat, en dan aan de andere kant ook. Kap. Nee, ik wou niet draaien. Zo. Ja. Nee! Ja, dat gebeurt niet. Oké, ik heb waarschijnlijk... Ik hoop dat ik heb geknipt, want wat een rotstuk. Video. Oké, level complete free play unlocked. Oh, wat een stom level. Hopelijk voor deze video leuk. Laat alsjeblieft een like achter. Abonneer op de geweldige kaas voor meer. En dan zeg ik tegen jullie tot de volgende keer. En tot ziens.